Hester Knibbe. Archaïs de dieren. Bladzijde 55. Ondergeschoffeld, diep laten zakken, zand erover. Ze halen het boven. Wat dood was, herleeft als het licht erop valt. Iemand. Nieuwsgierig voorovergebogen, het zand ervan afschraapt en veegt, bijna teder het deel voor deel aantikt. Nummer en naam geeft, er leefde een mens. En hij was niet goed, niet slecht, was ooit het kind dat nee zei en stom deed. Hij liefkoosde, sloeg, liep over van lef. Sleepte een vracht aan angst met zich mee, gaf en vroeg, soms te weinig, te veel. Hij had één hart en een hoofd vol gedachten en honger naar lichaam en dorst naar van alles wat laafde en brandde. En zo verging het hem eens. Ligt daar nu een ik, been. Over B. Het gaat over een lichaam. Je ziet het wel eens op het journaal of op een foto. Soms uit oorlogen die nog in ons leven plaatsvonden, maar soms ook prehistorisch. Het lichaam van een mens. Wat is de mens? Ik lees het nog een keer. Ondergeschoffeld, diep laten zakken, zand erover. Ze halen het boven. Wat dood was, herleeft als het licht erop valt. Iemand. Nieuwsgierig, voorovergebogen. Het zand ervan afschraapt en veegt, bijna teder. Het deel voor deel aantikt. Nummer en naam geeft. Er leefde een mens. En hij was niet goed, niet slecht. Was ooit het kind dat nee zei en stom deed hij. Liefkoosde, sloeg. Liep over van lef, sleepte een vracht aan angst met zich mee. Gaf en vroeg, soms te weinig, soms te veel. Hij had één hart en een hoofd vol gedachten. En honger naar lichaam en dorst naar van alles wat laafde en brandde en zo verging het hem eens. Ligt daar nu een ik, been over been.